Dit is een van de spelers die op proef is bij Roda JC. De 19-jarige James Trizy, afkomstig van Newcastle United. Hij kan zich bewijzen in de wedstrijd tegen Cercle Brugge gisteren in België. En dat hij kan voetballen, dat laat hij meteen zien. Een doorzettertje op het middenveld. Maar of dat voldoende is om een contract te verdienen bij Roda JC, dat is nog afwachten. Trainer Remo Atteveld wil eerst een gesprek met de speler zelf. Nou ja, ik denk niet dat hij uit de toon is gevallen. Dus dat is voor ons al genoeg in dit soort wedstrijden. Want het is best moeilijk als nieuweling in een hele nieuwe ploeg spelen. Maar zoals ik gezegd heb, ik zal het opnemen met James eerst. Well, I just come over, you know, because I want to play some first team football. So hopefully, you know, we'll have to see and maybe I can come on loan or we'll see what happens. But obviously, you know, it's a good club, good players, good coach. So hopefully we'll see what happens. Afwachten dus. Volgende week komt er meer duidelijkheid over Trizy. Dieter van Tornhout die speelde gisteren ook en liet zich duidelijk gelden. De speler van Roda JC staat in belangstelling van Fortuna Düsseldorf. En dus was dit misschien zijn laatste wedstrijd. Wat ik zelf wil is gewoon speelminuten maken. Dus of dat bij Roda is of ergens anders, dat moet de toekomst uitmaken. Maar bij Roda lukt dat nog niet echt? Momenteel niet, nee. Maar zoals ik al zeg, het is nog 3 weken de tijd en kan snel veranderen. 31 januari sluit de transfermarkt en dan weten we meer.